Wat ik doe, ik zit in een ventilatieroosters, dat zijn deze. Die komen in oktober allemaal in de nieuwbouwwoningen. Die worden hier ook allemaal in elkaar gezet. Ik doe vaak deze rubber ringen erop, de stickers erop en dan gaan ze naar een andere afdeling toe. Die doet deze kappen erop, die komt erin, dus die monteert hem verder af. Deze komen in de hotels, douchekapjes, die pakken wij dan ook in. CD'tjes voor de braaien, voor de invaliden, hier komen CD'tjes in. En deze doen wij ook heel vaak, komen deze dingen op. Deze, die worden hier opgeplakt, zo, en dan worden ze weer zo los weer afgeleverd. Dan kunnen ze later zo het cd'tje er weer in doen. Wij zetten deze ringen in elkaar, een stukje schuim, een paar pinnetjes en een dopje erop. Ja, waarom is het zo leuk? Ja, je hebt een dagbesteding, je hebt wat te doen. Ja, het bevalt me prima. Wij zijn nu bezig om een plastic doosje te maken waar een douchekapje in komt voor een hotel keren. Over het algemeen vind ik alles wel leuk. En ze kunnen mij ook overal inzetten en ik doe ook alles wel. Oh, dus je bent al gewend met uw handen te werken? Ja, met de handen werken, ja. Dat wel, ja. Niet echt creatief, maar ja, ik ben bakker geweest. Ja. Dit waren kerstpakketten voor de organisatie. Nou, die hebben wij ook allemaal rondgebracht, die hebben wij ook allemaal gemaakt en gevuld. U heeft hier ook een speciale rol eigenlijk, hè? Ik bereid meestal vaak voor en we hebben nog andere plastic doosjes waar douchekapjes in moeten. Die vouw ik vaak allemaal voor. En dan kunnen die anderen, hoeven alleen een douchekapje er maar in te doen en dicht te doen. En het vouwen, en dat is allemaal al gebeurd, dat heb ik allemaal al gedaan. Ja, dus de een kan dit en de ander kan dat? Ja, maar ik ben op het ogenblik manager van alles. Dus. Ja.